verloop van tijd ga je oefenen in complexere organisatievormen. Dat is meestal op een groter veld en met meer spelers. Voor D-pupillen kun je daarvoor partijspelen gebruiken van 5 tegen 5 tot 9 tegen 9. En vooruit. Je kunt dan beoordelen of ze alle doelstellingen die getraind zijn bij 4 tegen 4 ook in complexere organisatievormen kunnen toepassen.